Barend, welk boordje moet ik kopen? Barend, welk boordje moet ik kopen? Barend, welk boordje moet ik kopen? Maar alleen Barendske, welke boordje moet ik kopen, nee? Hé hey Barend, gast, ik heet Barend. Welke boordje moet ik kopen? Yo gasten van Almus Normanel, mijn naam is Barend en leuk dat jullie weer op een nieuwe video zijn aangekomen. Ja, vandaag ga ik de vragen beantwoorden die mij zo vaak wordt gesteld. Welk boordje kan ik het beste halen? Ik heb deze vraag zo vaak binnengekregen dat ik dacht... Oké, weet je wat, ik maak gewoon een video van wat ik de beste boordjes vind. Ja, en zoals jullie misschien kunnen horen, mijn buurman die beslist precies op het moment dat ik op record ga klikken te gaan boren. Dus alsjeblieft, bear with me. En ja, ik heb 4000 abonnees gehaald, super bedankt daarvoor. En daarom heb ik een giveaway. Dus aan het einde van de video, niet gelijk doorspoelen. Nee. Gewoon lekker de video kijken. En aan het einde van de video ga ik jou uitleggen wat je moet doen om mee te doen. Ik ga gewoon de boordjes erbij pakken. Ja, nou, dit zijn ze dan. Zoals jullie kunnen zien, ik heb ze allemaal even mooi op de staircase gezet. En het zijn een aantal boordjes. Het zijn niet al mijn boordjes, maar de boordjes die ik nu het meest gebruik. Ze liggen er allemaal super mooi bij, dus ik hoop dat jullie daarvan kunnen genieten, zoals jullie kunnen zien. Wat ik wel even wil zeggen, is we gaan elk boordje gaan we op een bepaalde manier bekijken. We gaan namelijk kijken naar de prijs, wat logisch is, hoe goed die is. En dat houdt dan natuurlijk in hoe de vorm is van het boordje, hoe hoog zijn de kicks, hoe hoog zijn de tails, hoe diep is de concave en natuurlijk naar de grip tape. Het zijn nu allemaal complete setjes, maar vandaag focus ik echt alleen op het dekje. Niet op de trucks en niet op de wielen, maar bij sommige koop je die erbij. En dan ga ik het er ook over hebben en dan ga ik dat er ook bij zeggen. Laten we maar gewoon gelijk beginnen met de allereerste en dat is natuurlijk de Tech Deck. De Tech Deck, ja, dat kennen jullie allemaal wel. Het goedkoopste boordje van plastic met echte ruwe riptape, zoals op een echt skateboard. En zoals jullie kunnen zien, ligt de Tech Deck onderaan op de staircase. Ik heb ze namelijk een beetje op een rangvolgorde gedaan, zodat jullie zo gaan van beneden naar boven werken. En dan kunnen jullie makkelijker zien welke ik fijner vind dan de ander. En ja, dan beginnen we met de Tech Deck. En alles wat ik zei, dat is het ook gewoon. Het is niet heel veel meer dan dat. Hij is erg dun. Hij is volgens mij maar 27 mm. Dat is veel te dun om echt goed op te kunnen fingerboarden. Want goed fingerboarden, dat doe je eigenlijk denk ik pas vanaf 32 mm, denk ik. Ik kan wel zeggen van, weet je, het is gewoon een leuk beginmodel. De vorm zelf van een Tech Deck is prima. Hij heeft eigenlijk geen concave, heel weinig in ieder geval. Wat op zich wel chill is, maar omdat hij veel te dun is, is het moeilijk om te zeggen van, oké, Tech Deck, supergoed, dit en dat. Wel aanraden om eventueel te gaan kijken voor een 32 mm Tech Deck. Die heb je ook, dat zijn nieuwere. Volgens mij hebben die ook betere bushings, want Tech Deck komt altijd met trucks en wielen. Deze Tech Deck heeft plastic bushings die gewoon niet bewegen. Hier heb je dus helemaal niks aan. Dus deze Tech Deck ligt onderaan, maar toch wil ik het wel even toevoegen, omdat waarschijnlijk heel veel mensen een Tech Deck hebben en niet zo goed weten hoe ze nu moeten verbeteren. Zo, en dan loopt ons mannetje zo één treetje omhoog en dan komen we bij de AliExpress boordjes. Hier heb ik natuurlijk ook gewoon een hele video over gemaakt. Maar de AliExpress boordjes leg ik wel bij deze rating, omdat het gewoon prima boordjes zijn om mee te beginnen. Het boordje zelf is wel wat licht kwalitatief. Voor de prijs van €4,20 is het echt supergoed voor een houten vingerboordje in ieder geval. De vorm van het boordje is best oké, alleen ik vind persoonlijk de kicks wat te hoog, waardoor je dus moeilijker kan poppen. En doordat hij dus ook licht is, is het dus moeilijker om die hoge pop nog een trucje te uitvoeren. En de griptip zelf is ook wel fijn, het is best wel grippy. Het is niet al te dik, wat je heel vaak ziet bij goedkope griptape, zeg maar. Dus dat valt bij deze reuze mee en het boordje zelf is eigenlijk verder best wel prima. Het heeft een beetje een medium concave, dat betekent dus dat hij niet heel diep is, maar hij is ook zeg maar niet helemaal plat. Sommige mensen prefereren een hele vlakke concave en sommige juist helemaal niet. En ik denk dat deze daar gewoon precies in het midden zit. Verder wordt deze ook geleverd met de wieltjes en de trucks. Dus dat is eigenlijk gewoon mooi meegenomen, want die zijn op zich ook voor die prijs best wel hoge kwaliteit. Voor een beginner is dit een leuk boordje, maar voor iemand die al een jaar fingerboard of die al echt wat trucjes kan, kan ik het niet aanraden om deze te kopen. Maar voor een beginner is dit gewoon een beste beginboordje. Beter dan Tech Deck, om eerlijk te zijn. En dan gaat ons mannetje gewoon nog een tree omhoog en... Hé, waarom staan hier geen boordjes? Nee, oké, dat klopt. Hier staan geen boordjes,
Maar toch ga ik hier even een stukje nemen om jullie wat te vertellen over wat andere boordjes. Want eigenlijk is het ook een beetje op een prijsklasse. En natuurlijk voor mensen die niet heel erg veel geld willen besteden aan deze hobby, ga je natuurlijk voor de AliExpress boordjes. Voor mensen die te veel geld hebben en graag een professioneel boord wil, dan ga je natuurlijk naar deze de kant en dan betaal je €40 voor een deck. Maar we hebben hier middenin hebben we ook nog een soort van semi-pro klasse. En deze klasse heeft deze boordjes. En zoals jullie zien heb ik 3 merken. En dat is Bollywood, Close-Up en Starterwood van Yellowwood. Deze 3 voeg ik wel toe omdat dit denk ik de meest makkelijke startermodellen zijn om mee te beginnen. De deckjes van deze 3 verschillen wel en daar gaan we het even over hebben. Ik heb zelf een close-up gehad en een Bollywood. En de Bollywood is ook ongeveer hetzelfde als de AliExpress boordjes, heeft vrij hoge kicks en een medium concave. En dan hebben we de close-up en de close-up die ik had, die had een hele diepe concave. Daar moet je van houden. Ik weet niet of het nog zo is, maar kijk vooral uit dat je niet de 30 mm koopt. Ook bij de Bollywood heb je 30 mm. Kijk vooral dat je de 32 mm pakt, want dat is zoveel beter, geloof mij maar. Dat is zoveel chiller. Daar moet je nog wel even voor uitkijken voor deze 2 merken. Close-up zelf, de 32 mm van Close-up zelf heb ik nog niet gehad. Maar de graphics van Close-up vind ik veel vetter. Vandaar dat ik dus heb Bollywood, Close-up en dan komt Starterwood van Yellowwood. Spoiler alert, Yellowwood zelf vind ik heel chill. Maar dat wisten jullie volgens mij al wel. Ik heb deze bovenaan staan omdat het wel dezelfde mold is. Dus hetzelfde model als een professionele Yellowwood. En de trucks en de wielen die daarbij komen zijn gewoon van hoger niveau. Dat kan je ook zien. Deze trucks zijn namelijk ook 32 mm. En de trucks van de close-up en van de Bollywood zijn 29 mm. Waardoor het er allemaal niet zo heel tof uitziet. Want de looks is natuurlijk ook belangrijk voor een deck. Ja, dus dat is een beetje de middenmoot. En daar kan ik dus aanraden om toch te gaan voor een starterwood. Blijf nog even hangen voor de giveaway. Want volgens mij gaat het hierover. En daar is ons mannetje weer. En hij gaat weer een treetje omhoog. Want kijk eens wat we hier hebben. Wow, de Burning Woods. Deze zijn het duurst, dus dat maakt het wel wat minder chill. Maar ze zijn ook wel het best. Dat is gewoon heel, heel simpel. Ook al zijn ze het duurst, ze zijn wel beter dan de andere. Ja, ik kan er niet heel veel anders van maken, helaas. Want het is gewoon kwalitatief echt topnotch. De graphics van Burning Wood, niet altijd even top. Maar deze 2 die ik heb uitgekozen, daar ben ik heel erg blij mee. Zoals jullie kunnen zien heb ik trouwens ook een nieuw Burning Wood boordje. Deze met een flat face graphic. En ook Black River Ram Trucks en Winkler Wheels. Deze heb ik via Marktplaats gekocht. En ik ben er super blij mee, want hij is echt super chill. De deckjes van Burning Wood zijn best wel chill. Kwalitatief echt heel goed, zoals ik al zei. De grip tape is wel oké. Ik vind hem een beetje slippery. Dus hij is best wel glad, waardoor je niet heel veel grip hebt. En dat vind ik wel jammer. Er zit wel een tof logootje in. Dat maakt het wel weer cool. Maar ik vind het persoonlijk niet de beste grip tape die er is. En dan de vorm. En zoals jullie weten, de nose en tail zijn niet gelijk bij Burning Wood. De nose van Burning Woods is namelijk groter. Echte skateboards hebben dat ook. Daarom heeft Burning Wood besloten om dat ook te doen. Het heeft ook hier en daar zijn voordelen. Je kan makkelijker flicks maken met je vinger. Alleen dit is allemaal in theorie. Want persoonlijk vind ik het niet heel fijn. Ik vind het een beetje te drastisch. Ik snap dat er een verschil in kan zitten. En op zich vind ik het ook logisch. Alleen ik vind het van Burning Woods net iets te drastisch. En het is net iets too much. Als het wat minder was geweest, dan had ik hem denk ik toch wel bovenaan gedaan. Maar voor nu is dat de Burning Woods. En daar is ons mannetje weer en dan gaan we een stapje omhoog en dan zijn we bij de Yellowwood. Even kijken, hij pakt hem zo, hatzee, en hij loopt gelijk weg. De Yellowwood. Ja, Yellowwood heb ik bovenaan. Zoals jullie weten ben ik echt een groot fan van Yellowwood. Sowieso vind ik hem graphic-wise enorm tof. De plies zijn ook echt heel mooi met het geel-zwarte. Ja, ik ben gewoon echt tevreden over dit boordje. De grip tape is super nice. Het is echt een beetje, ja, het blijft gewoon goed
plakken. De grip is echt aanwezig. En dat heb ik eigenlijk nog alleen maar bij Yellowwood gehad. Dus ik denk ook dat ik wat meer Yellowwood grip tape ga bestellen. Als ik weer eens wat bestel bij Yellowwood. En dan even over de vorm van de Yellowwood. De Yellowwood vorm is nou best wel gewoon prima. De nose en de tail, volgens mij zit er een klein verschil in. Maar niet heel erg. En de concave is vrij weinig. Dit vind ik niet heel erg, want wat ik al zei, sommige mensen prefereren dat het niet zoveel concave is. En daar ben ik er eentje van. Want ik vind het makkelijker om zo mijn trucjes, zeg maar, van tevoren te richten. Wat wel een ding is van Yellowwood, en dit is ook wel echt een preferentieding, de graphic zal niet vervagen. Ik vind het persoonlijk wel heel tof als ik heel vaak een boordje gebruik, dat de graphic wat vervaagt. Of dat je echt kan zien van oké, dat boordje is goed gebruikt. Het is ook wel mooi, want de graphics vind ik persoonlijk heel mooi. Maar zoals jullie konden zien bij de Burning Wood, is er toch al wat schade zichtbaar na het gebruik van de boordjes. En dat vind ik wel heel tof. Wow, dat was op zich best wel een toffe montage nog van de Yellowwood. Ik denk dat ik die trucjes toch wel het beste vond. Maar er zijn ja, nog heel veel meer merken. Ik kan ze allemaal opnoemen, maar ik zou jullie daar niet mee lastigvallen. Dit zijn in ieder geval de decks die ik heb. En die heb ik zo op deze manier gerangschikt, omdat ik het zo fijn vind. Ik ben wel benieuwd wat jij het fijnste boordje vindt en waarom. Want ja, zo kan ik misschien ook een nieuwe aankoop doen en misschien wel veel beter worden. Ik voel namelijk wel echt het verschil tussen een goed deck en een slecht deck. En hoe chiller voor jou persoonlijk ook het deckje is. En dat gaat namelijk echt een verschil maken van je fingerboard skills. En dan nu het grote moment, de giveaway. Ja, je hebt het volgehouden, super tof. Allereerst wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor de super support die ik krijg. We hebben meer dan 4200 abonnees nu al. En voor alle mensen die nieuw zijn op dit kanaal, wat leuk dat jullie er zijn. Dankjewel voor het abonneren. En voor de mensen die er al een hele tijd zijn, echt shout-out naar jullie en love, man. Ik ben super blij met wat ik hiermee kan doen met mijn hobby delen met jullie. En ik hoop dat jullie er net zo van genieten als dat ik doe. Ja, ik heb een giveaway omdat we 4000 abonnees hebben gehaald. Ik ben er super blij mee. Dus ik dacht, weet je wat, ik geef dit bordje weg. Maar dan 3 keer. Ja, ja, we gaan 3 bordjes weggeven. Maar dit heeft ook een reden, want laatst gebeurde dit. Ja, van mijn hobby eigenlijk. Fingerboarden. Wat is fingerboarden? Fingerboarden is skateboarden, maar dan met je middelvinger en wijsvinger. Wil je een filmpje sturen, Barend? Dan kunnen we die ook even delen. Ja, dan moet je even online zetten. Ik ben de enige Nederlandse YouTuber die daar video's over maakt ook. Dus er zijn video's van. Nou, waar kunnen we dat vinden? Ja. Almost Normal op YouTube. Almost Normal. Ik was dus gewoon op de radio bij 538. 538 heeft dus al deze dingen voor mij betaald. Dit betekent dat ik nog meer fingerboardspullen ga kopen natuurlijk. Maar dit betekent ook dat ik mijn giveaway wat groter kan maken dan dat ik eerst in gedachten had. Ik hoop namelijk dat ik jullie kan helpen door een goed startbordje te geven, zodat jullie je fingerboardcarrière kunnen starten. Oké, maar Barend, wat moet je nou doen om mee te doen aan die giveaway? Heel simpel, sowieso moet je geabonneerd zijn op dit kanaal. Dat is heel logisch, dat moet bij alle giveaways. Dus het moet ook bij deze. Ik kan het checken, dus je moet het wel echt doen. En natuurlijk moet je ook liken, en ook dat kan ik checken. Je moet even in de reacties zetten welke truc je nu aan het leren bent en wat voor boordje jij gebruikt. Ik zou het namelijk heel leuk vinden om iemand te helpen die net is begonnen of die net een kickflip kan, zodat je makkelijker andere trucjes kan leren. Maar ja, we gaan het natuurlijk gewoon random doen, dus zet het vooral in de reacties neer. En ja, wie weet win jij volgende week wel een starterwood bordje. Mijn idee is om het volgende week live te doen, dus een livestream te gaan beginnen waarbij ik gewoon live iemand random ga uitzoeken. Dus hou dat nog even in de gaten. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Ik heb niet echt heel erg veel meer te zeggen, behalve natuurlijk zoals altijd, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Wat is hier aan de hand? Oh! Dit is zo'n goud video, jongen. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk hem even. Die is echt zo goed.